Volg daarbij inderdaad ook je eigen koers en laat je niet opjagen door wat peers, ouders, vriendjes en anderen zeggen. Het gaat uiteindelijk om dat jij je eigen loopbaan vormgeeft. Ergens een drive hebt, ergens veel emotie bij voelt, moet je het zeker doen. En dat is een lastig zo van de hoe het weggeeft, maar dat heeft ook te maken met ons vak. Want emotie is eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is. Gaat met de economie, dan wachten werkgevers vaak toch een tijdje voordat ze mensen ontslaan. En als het weer beter gaat, is het precies andersom. Het was heel leuk en leerzaam en hierdoor ja, toch een beetje het beeld van de praktijk en wat ik straks kan doen namens de.